Ik heb wel een beetje het gevoel dat ik in een jaren 80 fitnessvideo beland ben. Ja. Wat doe je als je zoveel money hebt dat je alles kan kopen wat je hartje begeert? In dit programma gaan we op bezoek bij miljonairs die echt iets unieks hebben. Dit is Eurojackpot, dit heeft niemand. Vandaag loop ik mee, rij ik mee met Erik de Zwart. En als ik Erik de Zwart zeg, dan denk ik natuurlijk aan de radio. En daar is hij ook een multimiljonair mee geworden, als mede-eigenaar van Radio 538. Maar goed, goedemiddag. Zijn andere hobby is golf. En ik ben heel erg benieuwd of je een aardig balletje kan slaan. Oh, sorry mevrouw. Dag Erik. Hallo. Hoe is het? Ja, goed. Is dit een typisch gevalletje van te veel vrije tijd? Ja, nou dan gaan we dan. Pak jij ook even een clubje? Even een beetje loskomen, een beetje los. Kom op. Yeah. Nou, ik vind dit toch wel schitterend eruit zien. Nou, probeer het maar. Ik heb het echt nog nooit gedaan. Oh, dat was spannend. Ja. Mijn motoriek vindt dit heel ingewikkeld. Maar in principe heb je wel al een beetje een swing. Kijk dan. Nou, hier ben ik trots op. Dit was een lekkere. Leg me nou eens uit, wat is er nou zo mooi aan het maken van radio? Hallo. Precies. Mannetje van de radio. Nou, ik denk dat dat toch een beetje te maken heeft met dat je in een klein hokje zit. En dat je via die microfoon en via dat studiootje toch communiceert met heel veel mensen. Mijn leven opent deuren die voor anderen gesloten blijven. Ik maak dingen mee die gewone mensen niet meemaken. Geef nou eens een concreet voorbeeld. Dat jij ergens zat en dat je dacht, nou ja, dat ik hier mag zitten, wat is het leven toch eigenlijk raar gelopen? Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar dat is altijd bij pretparken bijvoorbeeld. En dat je dan voorrang krijgt. Hoe lekker is dat? Best goed voor de tweede keer. Nou, we gaan putten. Ik heb dus het gevoel dat ik dit heel goed kan. Dat hoop ik. Dit is midget golfen. Ik vond het ontzettend leuk om in het Guinness Book of Records terecht te komen ooit een keer. Nou, hoe dan? Ja, met lijnvluchten, non-stop de wereld rondvliegen en in alle continenten ook even landen. We hebben in 59 uur en 59 minuten hebben de wereld rondgevlogen. En toen ben ik teruggevlogen met een vliegmaatschappij waarbij je kon douchen op 12 kilometer hoogte. Nou, dat vond ik nou vet kicken. Ja! Bedankt, hè. Bedankt voor alles. Nu de grote vraag, de hamvraag van de show. Wat heeft Erik de Zwart dat niemand anders heeft? Erik, jij hebt 3 attributen meegenomen. Daar ga je me zo dadelijk 3 bijbehorende verhalen van vertellen. Slechts 1 verhaal is waar. En dan is het aan mij om te raden welk object uniek is en welk verhaal er echt waar is. Heb ik het goed, dan ben jij een dag lang mijn caddy. Maar heb ik het fout, ja, dan mag jij wat bedenken. Ja, Valerio, het is heel simpel. We zijn hier op een prachtige golfbaan, Lage Vuurse. En je hebt gezien, we hebben hier wel een paar vijvers, hè? Ja. Beetje water. En er wil nog wel eens een balletje in die vijvers terechtkomen. De bedoeling is dat jij dan ballen uit het water gaat halen. Is dat een goede uitdaging? Ja, geweldig. Nou, die staat. Ik ben een van de weinige mensen die Freddie Mercury van Queen heeft mogen interviewen. Toen had hij een leren jack aan. Ik zei, nou, wat een leuk jasje heb je aan. Hij zei, nou, if the price is right, geen enkel probleem. Dan heb jij dat jasje. Dus dat is het eerste eigenlijk. Okay. Wel een geweldig verhaal. Item nummer 2. Dit is een hondenkop, een model van een elektrische trein zoals die in Nederland gereden heeft. Er zijn er nog maar een paar van over. Ik heb wel wat met treinen en ik vind dat wel mooi. En als voorzitter, ja, goed, de een kan zeggen I've got my own plane. En ik kan zeggen I've got my own train. Dus dat is mijn tweede. Ik vind het vervelend dat ik het toch nu alweer moeilijk vind. En de laatste. Ja, dat is een van mijn oudere passies. Toen ik Nederland Muziekland voor Veronica presenteerde, kwam ik in Haarlem ooit in een stripwinkeltje terecht. En daar lag een hele bijzondere uitgave van een van de eerste verhalen van Edgar P. Jacobs. Het geheim van de zwaardvis, deel 1 en deel 2. Ik kon dat object kopen. Ja. En dat heb ik nog steeds eigenlijk, want dat geef ik niet zomaar weg. Want dat is toch wel iets heel bijzonders. Als Erik zoveel over één object vertelt, dan wil hij heel graag dat ik die kies. Dus dan zal dat hem wel niet zijn. Dat weet je niet. En dus ga ik... toch voor die. Oh. Zal ik het nu zeggen dan? Zeg het. Ik heb bijna... De treinen natuurlijk! Echt? Wat moet je nou met een trein, man? Kom maar kijken bij mij thuis. Ik heb een trein in de tuin zelfs. Nee, joh. Ja. Ja. Oh, nee. Dat jij dit niet wist.
Jij woont in een soort Madurodam. Ik ben begonnen met verzamelen van deze treinen toen ik 25 was. Toen ging ik met mijn ouders op vakantie naar Zwitserland. Toen kwam ik deze treinen tegen. En dat was meteen, ja, liefde op het eerste gezicht. Sommige mensen hebben een kattenluikje en jij hebt gewoon echt... Een treinenluik. Wat heb jij dat niemand anders heeft? Ja, nou, dat is natuurlijk de hondenkop. Mm-hmm. Hè? De hondenkop, zowel de groene hondenkop als de donkerblauwe hondenkop. Eentje staat er in Arnhem, die is een beetje groot. Ja. En de andere die staat in Roosendaal. Ja, dat heeft natuurlijk niet iedereen, dat hij gewoon twee treinen heeft. Ja, en dan ook tegenwoordig als trambestuurder in Den Haag. Pling, pling. Maar nou is dit allemaal miniatuur. Ja. En jij bezit ook een echte life-size hondenkop. Ja. Maar ja, wat kost dat nou? De grote trein. Ja. Nou, die grote trein die hebben wij gekocht in 1995 van de Nederlandse Spoorwegen, van de NS, voor 10 gulden. En die zijn we nu eigenlijk helemaal uit elkaar aan het halen. Helemaal gereviseerd, opnieuw in elkaar gezet. Komt ondertussen een trein. Komt een trein binnen. Binnen. Valerio met de mond vol tanden. Maak je hem niet vaak mee? Oké, jongens. Daar ga ik. Wens me succes, Erik. Succes! Groen, groen. Gaat ook echt onder. Ben je benieuwd naar meer unieke items? Klik dan snel verder. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. Oplopend tot 120 miljoen.